Goedemorgen. Ik ben Pieter van Dijk van Catch and Release Nederland. We zijn hier vandaag bij Hengelsport Friesland. Die hebben een street fishing wedstrijd en daar gaan we live verslag uitbrengen. Hou ons in de gaten vandaag. Bedankt dat wij deze dag konden registreren slokforum.nl en Hengelsport Friesland. Het was een gezellige en leuke dag. Bij de zaak. Camera. We zijn hier nu bij de Hengelsportzaak van Hengelsport Friesland. Er is al een drukte van belang. Dat belooft om een hele mooie dag te worden. Later vandaag zal het ook veel mooier weer worden. Kijk eens, iedereen heeft de hengels al klaar liggen. Gaan even kijken. Hallo. Ik ben live verslag aan het doen van de wedstrijd. Live verslag aan het doen? Ik ben nu live? Ja, op Facebook. Facebook? Ja. Leuk? Ja. Goedemorgen. Lijkt me hartstikke leuk. We gaan even kijken in de winkel. NOS? Ja, bijna wel. Daar heb je een Magda. Hengelsport Friesland heeft echt een mooie, ruime sortering aan kunsthuis. Dat kun je allemaal vinden op hun website. En natuurlijk ook, er staan ook een aantal in de Catch and Release shop van Hengelsport Friesland. Goedemorgen Peter. Ik heb het hier niet eens, joh. Ik had in de gaten dat jij er ook was. Ja, ik ga live verslag doen. Leuk. Is mooie reclame. Ja, hè? Ja, geweldig. Leuk. En even de winkel alles aan het filmen. En de mensen meekijken op Facebook. Ja, nou, geweldig. Vis hier. Mooie winkel. Nou, later vandaag ga ik helemaal verslag doen van de wedstrijd. Jozef Lagos. Pieter en Jelmer Pander. Goed advies. Als we zo bij het water zijn, kom ik weer live bij jullie terug. Ja hoor, de wedstrijd is begonnen. De hengels die worden al uitgeworpen. En nu gaan we wachten op de eerste vangsten. Het is nog een klein beetje mistig hier in Sneek. Heel geconcentreerd aan vissen. Onder de bruggen geworpen. Wat een prachtige beelden, zo mistig in de grachten van Sneek. Geweldig. Het afwachten voor de eerste vangsten.
ook geconcentreerd aan vissen. Langs het kantje. Wat ben je aan het doen? Aan dropshotten? Oh ja. Gaaf. Ik heb wel vaak baarsjes aan de kant. Heel voorzichtig met kleine schokjes. Nee, dan komt er ook nog een boot. Wel prachtige beelden zo met die mist. En dan nog eens even verder lopen. Nog wat gevist. Een shitje met kleine schokjes binnen. Maar afwachten voor de eerste vis straks. Kom. Ook weer prachtig beelden van de grachten in Sneek, daar is nog een deelnemer. Heel geconcentreerd aan het vissen. Misschien kunnen we nog een live aanbod registreren, dat hoop ik. Zou leuk zijn. Kijk eens, hier is ook een klein baarsje gevangen. Er wordt gemeten met het kaartje erbij en dan een foto. En uiteraard op de onthaakmat. Op, weer terug. Catcher. Jordi is heel geconcentreerd aan vissen. Ik ben altijd geconcentreerd, jongens. Altijd. Focus is halve werk bij streetfishing. Absoluut. Als je maar één aanbeet, ja. Als je er niet geconcentreerd bent, dan mis je het natuurlijk. Dan mis je weer. Klopt. Goed de bodemstructuur voelen. Heel gaaf. Het wordt nu wel weer veel drukker met boten. Maar dan mag de pret niet drukken. Er zit vis zat hier in Sneek. Streetfishing moet je echt de vis zoeken. Ja. En waar één baarsje zit, daar zitten er vaak meer, of niet, jongen? Ja. Yo, wat had hij er nou weer op? We'll be right back.
alle motoren worden geprobeerd. Het is alweer gezellig. Hier. Allemaal een broodje eten. Even de pauze van de wedstrijd. Ga maar zijn. Lekker brood. Hier, we zijn in een prachtige Sneek. Ik ben even Jordi aan het volgen van parkbusjes.nl. Die heeft al een mooie snoekbaars gevangen vandaag. Kijken of het hem nog een keer lukt. Het zou leuk zijn. Gaan we ons best doen natuurlijk. Uiteraard, Jordi. Even een foto. En anders heb ik hem gemaakt. Straks pak ik hem nog groter. Ja, beter. Hier een snoepbaarsje. Veel kleine snoepbaars, beleefd veel goed, veel jonge snoepbaars. Daar moeten we grote van krijgen. Ja, waarschijnlijk wel, hetzelfde stuk. Ik weet niet wat mijn ding al moet doen. Die gale vijk helemaal kapot geknipt. Kijk eens. Nog een. Ja, beste tekenen hoor. Ja, oké. Nou wordt hij genoten. Kijk eens even, die doet mooi, mooi voor de wedstrijd. De Roma erbij. Dat gaat wel hoor. Foto gemaakt. Hoeveel centimeter is die? Oh, mooi. Nou, air relief. Hoppa, daar zit hij weer. Nou, mooi hè. Het is hier wel heel erg mooi. En ja, die heb jij nog een aanbeet gehad? Ik heb geen aanbeet gehad. Ik ben heel voorzichtig. Ja. Het stuk is prima. Ja, dat klopt. Veel boten die er langs komen. Ja. Opsturen van het water natuurlijk, goed verkoopdoos van de bodem, de aandacht is geen probleem en de hoogte slaan toe. Dus dit zijn wel zeker momenten dat je aandacht kunt krijgen. Ja, dat zag je net wel, maar nu nogmaals. Het is natuurlijk mooi als er ook een filmpje aan de aandacht. Ja, dat is zo helemaal leuk. Live op Facebook. Het is de natuurlijk. Ja. Je weet gewoon camera's op je gericht, je doet het niet. Je moet de camera net uit en dan
Het was wel spannend. Oké. Mooi, Gino. Ik heb... Wow. Ik word even geroepen door een live fans. Ga er even toe. Wordt daar een prachtige snoep. Wat ga je? Ja hoor. Wauw. Dat is het nog. Wauw. Heel mooi. Wauw. Geweldig deze. Hij liet ze verleiden door een shit. Niet eens groot kunsthuis. Prachtig klein shitje. Het vakkundig onthaard met een onthaardpen. Heel mooi dus. Heel hard. Heel hard in de straat. Oh, hij zit vrij diep. Valt mee. Ja, die wel. Jawel. Maar hij wordt nou onthaard. Nou, dan wordt hij gemeten. Netjes op de onthaardmat. Kaartje erbij. Meetlint erbij. Nou, dan krijgen we... Mooi beest. Nou, de release. Mag jij naar die boot? Dat is zo waar. Mag jij naar die boot? Via de boot. Daar mag hij weer zwemmen. Ja, prachtig gezicht. Kom maar mee. Kijk eens, ook nog een vangstje. En een kleine schipbaan. Rustig gemeten. Ik heb wel foto maken. En dan weer terug in zijn element. Jodie, ik heb een kaartje bij de hand. En dat kaartje moet er bij me zijn, als je dat doet. Dan ben je er een beetje in de kaartje. Ja, oké. En als we nou snel gaan zwemmen, kan die groot worden. Oké.
veel baasjes van. Heel veel punten. We hebben dus even een maar. Alweer een snoepbaasje. Net iets kleiner nog, net als de vorige. Maar het is weer. Ik ben allemaal mee voor de punten. Ja. Ja. In ieder geval, hè, dan heb je net even wat meer tijd. Ja. Ja, dit is een goede tip. Tip van, hoe heet die? Jacob. Jacob van Jolen. Goede tip. Ja. Iedereen kan natuurlijk ook het filmpje straks weer terugkijken op de Facebookpagina van Ketchel Lief Mobile. En heb je al wat gevangen? Nee, dat niet? Oh, kijk. Kijk vaak een filmpje op bikebusters.nl. We staan ook op de garant voor leuke ik hoop dat hier nog een mooie aanbeet kunnen registreren. Ben je al beet gehad? Wat jammer. Moet je? Thank you.
jongens doen, want het is de best om wat baasjes te vangen. Lekker gezien. Jongens, ik kom straks weer bij jullie terug. Kijken we een ander stukje. Een stukje nog een beetje gezien. Jo, die vangt nog weer een klein baasje. Ja. De mega vis. Broodjes worst zijn verkocht. Formulieren worden ingeleverd. Met registraties, wat iedereen gevangen heeft. Is dat leuk? Dat is heel mooi. Dat is niks. Mooi. Niks. Ja, had ik gedaan, was niks. Ik kan gewoon niets. Met jou of van jullie? Ja. Je hebt foto toch? Ja, als we dat. Als we twijfelen, dan hebben we eens kijken sowieso hoe we uitkomen. We willen alleen foto's zien, zeg maar, van degene met de grootste vis en de grootste vis en de meeste vis. Dat is een beetje dat, want dan moeten we alle foto's laten kijken. Ja, dat is Garnaal, alleen als je hem. Wat is het nou? Garnaal kan je niet tellen, ik snijd het niet. Je foto's met die vier. Dat is veel basis, dat is toch? Ja? Wij zijn er niet voor uit, maar... We zijn eentjes, hebben we maar bezongen. Het was echt een hele leuke dag, Peter. Wat zei je? Het was een hele leuke dag. Ja, we zijn zelf ook heel erg blij hoe te gaan weer vandaag. Ja. Echt heel druk, veel belangstelling. Ja. Ik kon de mensen gewoon van het vlak zeggen. Natuurlijk, je prachtige toch van Sina. En eraan gaat het zo. Ook hier te koop. De hele spot voedsel. Achter een aardje te kappen. Maar achter een vervaring. We gaan beginnen met een prijsje voor de prijs. Ja, we gaan beginnen met de grootste baars. Er zijn ook baars vervangen. Maar er was er eentje met een eentje van 30 centimeter, dat was Dennis van de Spek. Die heeft de grootste baars van de avond. Ja, dat is wel. Hij lijkt de meeste. Ja, dat is de meeste, dat is ook wel. Dat is wel de enige. Nou, en dan de meeste vissen die we hebben. We hebben op de derde plaats Stefan van der Laan met 162 centimeter. Op de tweede plek is geëindigd met 219 centimeter de Dimitri van Boom. En dan iemand die denk ik al lang wist dat hij van hem had. We hadden het de grootste snoepbaars. Hij heeft bij elkaar 33 vissen gevangen met 310 centimeter. Hij is de meeste aantal centimeter. Gefeliciteerd, Jorie. Thank you.
Vida heel langzaam praten. Ja, wie pak? Even discussie, echterlijke discussie. Meen je niet meer? Zijn we klaar? Ja, we zijn klaar. Pak u maar. Ja. Ja, moet ik pakken, dan heb ik het nog gedaan. Nee, dank je wel. Ja, en de volgende is nog gedaan. Kijk, eerst even op mijn eigen briefie. Nee. 566. 566. Ja hoor, daar is die. Ja, helemaal goed. 42 voor de volgende prijs. Ja, we gaan het even controleren. Ja, het klopt, het klopt. Ja, veel plezier ermee. Oh, dit is een mooie. Nee, dat beloof. Een thermojack. Ja? Oh, met die